Mensen worden gezonder oud dan ooit tevoren, zijn fitter, willen de wereld zien, nieuwe taal leren, doorwerken. De snelst groeiende doelgroep op de arbeidsmarkt: dat is verrassenderwijs de 65-plusser. Mijn gast bouwde een mediamerk voor deze doelgroep: Proudies. We gaan er alles over horen. Welkom bij CVD-TV. Pauline Bruin, van harte welkom. Dank je wel. Ja, dat ik las dat in een van jouw posts op LinkedIn. Volgens mij was dat wel een internationaal onderzoek van ja. Forbes, volgens mij. Tot. Maar is het in Nederland ook zo dat dat de snelst groeiende doelgroep is? ABN Amro heeft recentelijk ook een onderzoek gepubliceerd. waarbij ze aangeven dat er nog nooit zoveel 65-plussers doorwerken uh, na en tijdens hun pensioen. Ja. Daar gaan we het over hebben. Ja. En over meer. En over hoe je een mediamerk bouwt. En ja. wat je drijfveer... Laten we eens met die drijfveer beginnen. Want jij bent met alle respect geen 60. Ja. Dus hoe kom jij erbij om een platform op te richten voor die doelgroep? Want dat is wat Proudies is, hè? Ja. Ik denk dat dat de meest gestelde vraag is uh, die, die ik krijg. Ik denk ik ben de eerste. <laughs> ja. Nee. Uh, mijn vader ging een aantal jaar geleden met pensioen. Denk ik twee, drie jaar geleden. Ja. En hij had daar echt ontzettend veel moeite mee. Dus hij was heel erg zoekende hoe Zwartgat. hij zijn, exact, hoe ja. hij zijn uh, lege agenda kon gaan vullen. Uh, op een zinvolle manier. Wat deed hij? Hij was ook ondernemer, dus maar uh, hoefde niet te stoppen. Uh, hij verkocht zijn bedrijf, ja. Dus uh, en hij heeft echt hard gewerkt en was toe aan iets nieuws. Hmm. Alleen toen bleek uh, het nieuws toch moeilijker te vinden dan, uh, dan hij van tevoren had gedacht. En toen ik met hem ging meezoeken naar hoe hij zijn vrije tijd uh, kon gaan invullen, kon ik heel weinig vinden wat echt bij hem paste. Dus hij stond heel fit en vitaal in het leven en wilde van alles, maar ja. alles was best wel ja, traditioneel en ouderwets. Ja. Toen ben ik gestart met een uh, academie, dus online cursussen aan Netflix. En toen is het echt vanuit daar uitgegroeid uh, naar een mediamerk. Omdat ik zag ja, dat de behoeftes ook veel breder lagen dan het vinden van een nieuwe hobby. Ja. Uh, Want dus wat, dan... wat schetst die behoefte is dan? Want jij kent die doelroep inmiddels ja. een beetje. Uh, tweeledig. Enerzijds um, ervaart over de overgrote meerderheid het met pensioen gaan als onverwacht ingewikkeld. Um, ja, vaak de tweede tot derde vraag naar wie ben je of hoe heet je is, wat doe je. Als je daar geen antwoord meer op hebt, dan is dat lastig en hm. kan je daar best wel een zoekende in zijn. Ik ben gepensioneerd, maar dat is zo weinig inhoudelijk. Ja, ja maar dan kom ik op het tweede, is dat um, tegenwoordig het met pensioen gaan is compleet anders dan 20 tot 30 jaar geleden. Ja. Uh, mensen worden gezonder oud dan ooit tevoren, zijn fitter, willen de wereld zien, nieuwe taal leren, doorwerken. Um, maar het beeld van het met pensioen gaan is nog steeds nog wel hetzelfde als 20 tot 30 jaar geleden. Dus die beeldvorming rondom het met pensioen gaan is nog compleet vals. Dus ook 77% van onze leden die uh, zich inschrijven... geeft aan zich niet te herkennen in de beeldvorming... rondom met met pensioen te gaan. Dus mensen zijn nog niet trots om te zeggen... ja, ik ben gepensioneerd. En wie zorgt voor die beeldvorming? De media, ja. Dus we vragen ook actiefheid van de merken, media. Uh, slechts 4% van de totale 60-plus-doelgroep... wordt maar gerepresenteerd in het huidige medialandschap. Terwijl ze nu meer dan 25% van de totale doel, uh, uh, samenleving uitmaken. Ja. Yeah. En groeiende. Exact, ja. Um, moeten we iets met het fenomeen pensioen? Ja, sowieso. Dus ik denk dat we veel flexibeler, ook voor werkgevers... die moeten veel flexibeler gaan instaan van... wat kan ik met mijn ervaren talenten die, die we nog hebben? Er is natuurlijk een arbeidstekort ja. in verschillende sectoren. Ik denk dat heel veel 65-plussers of 60-plussers... Uh, graag nog door, door zouden willen werken. Bij ons geeft ook 60% aan door te willen werken. Ja. Uh, en ik denk dat daar wel ruimte voor gemaakt moet worden om op een manier in te richten, zodat ook voor hun werk werkzaam is. Leg eens uit hoe dat nu werkt. Want jij weet er meer van dan ik, hè? als een gemiddeld iemand. Want jij ja, wij, wij hebben het over 60 plus. Mm -hmm. hè? De, tenminste, daar richt jij je op. Maar op een gegeven moment heb je de pensioenleeftijd zoiets. Dus dat is dan 67, 67 60, of zo. Ja. Wie, wie bepaalt dan of jij nog mag werken, ja dan nee? Of ik weet even niet hoe die regelgeving zit. Weet mag, iedereen kan toch gewoon doorwerken, of niet zomaar? Niet zomaar, dus bij verschillende sectoren kan dat niet. In het onderwijs, bijvoorbeeld moeten soms mensen echt met pensioen. Ja, dat is toch belachelijk. Ja, en uh, in de zorg ook. Maar met zorg heeft het ook vaak te maken met fysiek. Ja. Dat kunnen niet uh, alle 65-plussers meer aan. Okay. Nou, maar die kunnen bijvoorbeeld wel ingezet worden als mentor of ja. uh, um, als uh, vrijwilliger. Um, dus er zijn wel mogelijkheden. En daar moet dan wel beter naar gekeken worden. Wat zijn de ambities van die 60-plussers? Ik bedoel, jij kent ze. Ja. Uh, schets dat eens. Nou, de ambitie, de grootste behoefte is dat ze... Um, ja, nog mee kunnen komen in de samenleving. Dus de grootste angst is, en dat is ook die hele beeldvorming van, kom ik nog wel mee? Ik kan ik nog wel mee? Uh, uh, daar heerst een bepaalde angst. Um, en ze, terwijl er zijn nog zoveel mogelijkheden om te doen, en dat is ook de ambitie. Dus ze willen eigenlijk een leven lang leren. Uh, ze willen de wereld zien. Ze willen uh, actief blijven door middel van cursussen. Uh, dus ze willen eigenlijk volop bezig blijven om ook mee te kunnen komen met die samenleving. En hoe kom jij erbij om. Uh dat platform voor ze te gaan, maar ja, je zegt net de aanleiding is je vader. Ja. Maar wat deed jij toen, zeg maar in toen je met dat probleem rondliep? Wat was je toen aan het doen? Ik was consultant. Was in dienst gewoon. Netjes. Was in dienst. Ja. Yeah. En um... redelijk. Um, financieel businessachtige opleiding-achtergrond, toch? Ik heb bedrijfskunde gedaan in Rotterdam. Ja. En toen ben ik uh, en afgestudeerd in de Master Business Information Management. Dus meer de data-digitale hoek. Ja. Dus Daarin ook als consultant werkzaam Mooi, geweest. Een mooie corporate carrière voor de boeg. Exact. Ja, dikke um, salarissen, tenminste in de toekomst. In de toekomst toen nog niet, <laughs> maar... Um, ik heb altijd wel de ambitie gehad om te ondernemen. Dus eigenlijk vroeger ook al. Vanuit je home, van het feit dat je pa ook ondernemer was? Of? Nee ja, en ook intrinsiek. Dus ik weet nog dat ik op de camping, dan was ik 14 of zo, we waren we in Frankrijk op vakantie. En dan ging ik bloemen plukken en die verkopen aan iedereen op de camping. Dus dan klopte ik overal aan en zei: wil je een boeketje van mij kopen? Ik heb een oppasbedrijfje gehad tijdens mijn studie, een hostessbedrijfje gehad. Dus ik ben altijd wel bezig geweest met het ondernemen. Was daar zo leuk aan? Ik vind het allerleukste is dat je hebt een bepaald idee en uh, om dat dan om te zetten naar echt iets, naar, naar een waarde en dat ja. mensen dat willen hebben. Dat vind ik heel magisch. <laughs> um, van nul naar één iets opzetten. Het um, geeft zoveel energie wat ik niet in loondiensten heb mogen ervaren. Maar toch in loondienst gegaan na je afstuderen? Ja, dus ik denk wel iedereen om me heen ging turnisships doen, uh, ging mee consultant werken uh, en ik ben daarin wel een beetje meegegaan. Uh, plus ik had ook niet echt een goed idee of iets. Nee, dus dat ja, het wordt dat wel, wel moeilijk starten. Ja, ja. En, toen, en toen, toen was dit eigenlijk de eerste keer dat je zat van plop? Ja, nou, ik had al eerder ervaring bij een oudere zorgorganisatie, een bijbaantje, en daarin kwam ik al in aanmerking met de doelgroep. Dus, en dat is eigenlijk nooit weggegaan. Ik dacht, daar zit iets. Het is een doelgroep wat ontzettend hard groeit. Uh, en er gebeurt nog heel weinig mee. En toen mijn vader uh, met pensioen ging, vielen de puzzelstukken op zijn klank. Ja, grappig. Uh, dus zodoende. En toen? Toen eigenlijk heel impulsief mijn baan opgezegd. Oh, ja, ja? ja, ik dacht, <laughs> um, als ik er nu niet vol voor ga, dan, dan gebeurt het niet. En ik kan ook niet goed twee heren dienen. Dus ik kon niet en mijn werk goed doen uh, en daar vol voor gaan en een bedrijf opzetten. Dus ik moest er gewoon 100% voor gaan en mijn alle aandacht erin stoppen. Want toen ging je inkomen ging naar nul? Ja. En toen? Ik heb toen geleend. Dus ik heb van mijn, van mijn ouders wat geld kunnen lenen. En toen gestart. Officiële leenovereenkomst? Ja, ja. Ja, ik heb qua coaching en begeleiding uh, heb ik vrij weinig aan mijn vader. Maar hij vindt het wel heel mooi dat ik dit doe. Dus hij ondersteunt dat ook heel graag. Maar het moest wel goed geregeld zijn. En <laughs> te grappig. Ja. Was dat veel geld of viel wat mee? Het viel wel mee. Het was ah. gewoon opstart, uh, opstart, uh, uh, kosten. En hoe start je dan zoiets op? Wat ben je gaan doen? Ben je eerst plannen gaan schrijven of ben je, wat ben je gaan doen? Ja, plan had ik in een uur geschreven. Ik ben echt een doener. Dus het was voor mij gewoon eerst zetten van... oké, okay, wat heb ik nodig om uh, morgen te kunnen starten? Uh, we zijn heel schaalbaar begonnen. Ik had natuurlijk ook beperkte middelen. Dus als het voordeel van weinig ja. geld. Is dus dat je, uh, je wordt geforceerd om te focussen op uh, uh, hetgene wat echt werkt, waar je echt in gelooft. Plus, je wordt echt mega efficiënt en effectief. Want je kan niet anders. Je hebt niet de tijd of de ruimte om al te proberen. Um, dus, in eerste instantie zijn we begonnen uh, als een marktplaats. Omdat ik niet de kost, of de, om, het, het geld had om echte cursussen te produceren. Dit was nog toen in de academie, dus de online cursus waarmee we zijn begonnen. Uh, online live via Zoom. Schilderateliers gebeld die via Zoom les wilden geven. Ik ving dan 20% commissie en mensen thuis konden dan schilderlessen volgen. <laughs> Zo is het begonnen. Wanneer was dit? Dit was uh, 2021, 2022. Het was net na COVID. Okay, net dus het voordeel ook was dat de doelgroep al uh, mega digitale had... sprint uh, had ah, ja, genomen. Ja, ja. Ja. Uh, en dat ging toen heel goed. En met dat geld kon ik op een gegeven moment video's produceren. En online. Maar hoe bereikte jij Want dat klinkt even heel makkelijk, dit. Ja. Maar uh, je bedoelt, het feit dat je de aanbieder van zo'n cursus, dat snap ik. Ja. Maar uh, het is best tof, uh, en tof bedoel ik dan Engels, best lastig. Om ja. uh, een doelgroep zo groot te bereiken. die dan uiteindelijk converteert naar betalende cursisten. dan moet je er heel wat meer bereiken. Hoe heb je dat toen gedaan? Het was: uh, breng een vriendin of vriend mee en krijg 10% korting, werkt heel erg goed. Dus daardoor vind je twee vliegen in één klap. Betalen het... ze veel? Of wat voor een prijs heb je dan over? De live cursussen was denk ik wel uh, 120 euro. Ja, ja. Dus, dus daar kwamen de eerste inkomsten binnen. Ja. Dus dat was eigenlijk een online platform voor cursussen, ja. die jij eigenlijk geoutsourced uh, ja. bij elkaar harkte, zonder dat je zelf uh, produceerde. En dat bood je online aan en de cassisten die druppelden binnen. Ja. Dus dat kwam, hoeveel, waar hebben we het dan over? Wat, wat van omzetten zo de eerste tijd? Nou, ik denk dat ik in de eerste maanden viel wel mee. Als je het echt uh, puur de omzet die ik verdiende, dus niet ja. de totale omzetwaarde, was denk ik 1000 tot 2000 euro per maand. Precies echt minimum ja. inkomen, misschien net. Exact. Laat staan als je de lening af moet betalen, dan, uh, dan, dan is het niet genoeg. Ja. En toen? Nou, toen zag ik, dit gaat op lange termijn niet werken. Ja. Uh, plus, ik kwam er ook achter dat mensen niet um, wilden hun... Die wilden ook op vakantie en dan niet hun les missen en noem maar op. Dus die wilden eigenlijk de flexibiliteit van een online cursus op video ervaren. demand Exact. Ja. Dus toen ben ik wel de cursussen gaan, uh, gaan produceren. Hetzelfde deal afgesproken dat ze commissie vingen op de uh, verkochte cursussen. En uiteindelijk heb ik nu ze wel afverkocht. Uh, maar gaandeweg kwam ik erachter dat onze nieuwsbrief het echt ontzettend goed deden. Een open rate van 55%. Uh, click through rate van kan en een proces. Ik kan een heel flauw grapje maken. Ze hadden toch tijd zat. <laughs> dat is wel heel makkelijk. <laughs> ja. uh, ja. Nee, maar dat is knap. Dat is, ja, dus jij, zei, jij dacht, helemaal even, content is dus blijkbaar een dingetje. Ze vinden het fijn om dingen te lezen. En, ja, uh, exact. Gaan er weg ook in gesprek geraakt met verschillende experts en ook de doelgroep zelf. Van god, wat. Zijn echt, wat zijn jullie echt jullie pijnpunten zeg maar ja. en die behoeftes? Ja. Nou, toen kwam ik dus achter waar we het dus net over hadden, het stukje beeldvorming en ook het stukje uh, het zwarte gat met als je met pensioen gaat. Mm -hmm. en toen dacht ik wat nou als ik het ga verbreden naar echt een contentplatform? Uh, dat heeft enerzijds uh, uh, brengt dat ook je cursussen beter naar voren, want als je een grote pool hebt van uh, leden, mensen die zich inschrijven, kun je daarna je cursus upcellen. Ja. Ja. Uh, plus je kan ook aan advertenties geld verdienen. Ja. Is het is het, het ja. freemium-model waarbij je gratis content ja. aanbiedt... daardoor ja. een grote uh, opt-in-database verzamelt... en die converteren naar trainingen of ja. whatever. Ja, en die keuze is eigenlijk pas een jaar geleden gemaakt. Dus ik weet nog heel goed, in maart heb ik de keuze gemaakt. Uh, hebben we een Webflow-website opgezet. Uh, dat geladen met heel veel artikelen. Uh, podcasts hebben we toen begonnen en sindsdien zijn we los. Dus toen zaten we echt op 500 maandelijkse gebruikers. En nu zitten we op de 25.000. Zeg maar leden waarvan je weet wie het zijn. Ja waar ze wonen, wat ze hebben gedaan. Um, heb je mensen in dienst? Niet in, ja, we hebben een, twee mensen in dienst en voor de rest werken veel met freelancers. Oké, okay, en je hebt een kantoortje ook. Ja. Dus een bedrijf. Reist. Je bent gewoon een bedrijf. We zijn gewoon een bedrijf, ja, uh -huh. ja. Uh, En wat is de omzet nu? Kun je hoeft het niet precies te vertellen, maar kun je er nu van rondkomen? Laat ik zo ja, zeggen. Zeker. Ja. Um, um, ik vind het ontzettend belangrijk dat we gezond zijn en goed groeien, maar ook organisch groeien. Dus we draaien gewoon zwarte cijfers en dat investeren we gewoon allemaal terug weer in. Um, uh, in de BV. Lening naar mijn vader is ook afbetaald, dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus nu zijn we echt los en uh, kunnen we gaan. Um, waarom, um, uh, waarom hebben de grote uitgevers dit nog niet omarmd? Dat is ook wel een stukje beeldvorming. Dus ik ben heel veel gesprekken gaan met mediabureaus en ook adverteerders. Ja. Ik kreeg daar veel terug van ja, nee, wij focussen juist op de jonge doelgroep, 18 tot 34 jaar. Daarboven is alles bijvangst. Uh, ja, terwijl je als je ziet naar de. Blijft dragen. Blijf ze hebben geld, ze hebben tijd. Ja, is, ze vinden het een lastige doelgroep, omdat er uh, één, weinig over bekend is. En twee, het zijn ervaren consumenten die niet zomaar een impulsaankoop doen. Nee. Dus je moet ze wat meer. De sales is wat langer dan bij de jongere generaties. Uh, maar het is een ontzettend interessante doelgroep, wat je zegt. Ze hebben zijn de meest vermogende doelgroep van de, ja. van de samenleving momenteel. Het wordt de grootste, het is al de grootste. We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, dus de doelgroep wordt niet alleen maar groter, maar ook ouder. Maar je ziet nu wel een switch plaatsvinden in de markt. Dus deze nieuwe bedrijven komen nu naar ons toe van hé, hey, interessant wat jullie doen, kunnen we eens praten. Uh, dus je merkt wel dat er een verschrijving plaatsvindt. Want volgens. wat zijn je verdienmodellen nu op dit moment allemaal? We verkopen cursussen, ja. ons nu. Dus Waar moet ik dan aan denken? Toch niet alleen uh, zeg maar, schilderen, of wel? Filosofie, uh, onze populairste cursus is hoe houd je je relatie spannend. Ah. Ja, dus dat is ook een cursus. Um, dat ze daar nou nog niet achter zijn. Ja, yeah. nou ja, als je allebei thuis komt te zitten, ja, de worden ja, ja. veranderen natuurlijk wel. Ja, dus ja, uh, op een gegeven moment gaat iemand die altijd heeft gewerkt wat vinden van hoe je de ze uitruimt. Ja, dat brengt wel een bepaalde irritaties ja, 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 met zich mee. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus, kost die uh, cursus? 50 euro. 50 euro? Ja. En die, die, is, on, die, is, die is klaar? Ja. En die is gewoon on-demand? Ja. En kijk, dat is natuurlijk wel interessant als dit gaat lopen. Ja. Nou ja, wat heel interessant is, wij betalen nu wel geld om uh, leden binnen te halen. Dus wij betalen denk ik 1 euro, 1,50 euro per e-mailadres. Uh, maar hoe, je ziet, Aan wie betaal je dat? Aan Facebook en Google. Ah, om ze binnen te Zomaar zeg ja. via advertenties haal je de adressen binnen? Exact, okay. ja. En je merkt nu wel dat na twee, drie maanden je 10% naar een aankoop van de cursus. Dus verdienen we eigenlijk dat geld terug wat we geïnvesteerd ja, hebben ze binnen ja, te halen. Ja, kan, okay. Dus, dus cursus dat modelletje loopt lekker goed? Ja, precies. En dan, en dan wordt het op een gegeven moment een spel waarbij je gewoon aan de, aan de kraan kan draaien. Ja. Hoe meer advertising je erin gooit. Hoe, exact. En uh, ik heb zelf nog wel wat gedaan ooit op Facebook. Daar viel het mij nogal tegen als het gaat om de kwaliteit van de leads. Om even een mm -hmm. vakje rond te gooien. Hoe ziet hoe zie jij dat? je ja, is natuurlijk een doelgroep die best wel actief, juist op Facebook en Instagram is waarschijnlijk. Ja, de engagement uh, ligt ontzettend hoog. Ja. Mensen delen ook alles op hun eigen Facebookpagina. Ja. Reageren overal onder. Um, ja, ik snap het, dus dat werkt voor jouw groep heel goed. Perfect, ja. Dus je hebt trainingen waar je aan verdient. Uh, nog meer? We zijn dit, deze week gestart met lidmaatschap. Uh, omdat mijn doel was om zo groot mogelijk bereik te krijgen voor de adverteerders. Maar nu zien we ook dat er wel een verdienmodel is ook, uh, voor het lidmaatschap, waarbij ze onbeperkt cursussen krijgen, uh, online lezingen, plus toegang tot onze evenementen die we organiseren. Hoe kost dat zo'n lidmaatschap? 120 euro op jaarbasis. Ja. En loopt dat? We zijn net gestart en we hebben denk ik nu 10 verkocht. Ja, ja. Dus dat is nog uh, minimaal. Helemaal aan het begin. En wat ja. doe je dan met adverteerders? Want dat is natuurlijk ook inderdaad een groep die mogelijkerwijs kan bijdragen aan ja. de omzet. Uh, we doen onderzoeken. Dus voor bepaalde verzekeraars ja. en banken... hebben we verschillende onderzoeken gedaan onder onze lezers. Doen we kwantitatief, maar ook kwalitatief. Uh, content marketing, dus uh, branded content. Um, en sinds kort zijn we dus door de middel van het lidmaatschap... ook gestart met partnerships. Dus um, leden krijgen een pas thuis gestuurd... en kunnen daarmee 10% korting krijgen bij onze aangesloten partners. Hm. En daar zit Zoals. ook een bepaald model bij. En noemen ze zo'n partner? Kobo Iri e daar bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ehm ja, ja. Ja. Um. Wat zijn je groeiplannen? Wij willen dit jaar, uh, nou we hebben niet heel veel concurrenten, dus, maar we willen nee. dit jaar de grootste zijn van Nederland. En ook al wel de eerste stap maken internationaal, dus naar België. Het doel is om binnen vijf jaar wel het grootste merk, echt ook een love brand te worden voor deze doelgroep. En kun je dat kwantificeren? Heb je daar cijfers aan wat de grootste dan is? Denk je dan in aantal uh, e-mailadressen of in omzet? Of hoe bepaal jij dan schaalgrootte? Aan leden. Dus leden. Ja, ja, ik denk nog niet dat we nu bijvoorbeeld onze product market fit hebben gevonden. Ik denk als de lidmaatschap, als mensen betalen om onderdeel te zijn van Proudies... en dat met trots willen uitdragen, dan hebben die echt. En als we daar, als we daar dit jaar al op, op 10.000 leden zitten, ben ik al heel blij. Uh, om vervolgens dat ook uit te kunnen rollen naar andere landen. Ik denk dat we wel de formule een beetje hebben gekraakt om, uh, uh, om dit op te starten, ook in andere landen. En daar ben ik gewoon ook heel erg benieuwd naar hoe dat, hoe dat gaat verlopen. Ben je niet bang dat andere landen toch een heel andere dynamiek kennen, qua cultuur, qua Zeker. hoe mensen in het leven staan? Ja, dus het is ook heel erg belangrijk dat we dan onderground ook echt een team gaan opzetten die, ja. uh, uh, die daar proudis gaat opzetten. Dat kunnen we niet vanuit Nederland doen. Uh, maar wat heel goed werkt, is bijvoorbeeld samenwerken met. Uh, culturele instellingen of bekende merken die die doelgroep aanspreken. die ook zorgen voor merkbekendheid bij, bij, bij jouw eigen merk. En wat als, uh, misschien nu nog niet, maar over een jaartje, als je die eerste doelstellingen hebt bereikt. Uh, een, uh, een, een van de grote uitgevers, hoogstwaarschijnlijk uit België. Uh, bij jou uh, aan, de, aan de deur klopt en zegt: hé, uh, hey, dat Proudisch uh, vinden we wel interessant, dat willen wij wel hebben. Um, st stou je daarvoor openstaan dan? Ja, ik sta er zeker voor open. Mits. Um, de doels zijn niet veranderd. Dus ik wil, ik, wat, wat Proudus heel sterk maakt, is dat wij echt een authentiek merk zijn, uh, waar content voorop staat en niet per se het commerciële. Hm. En onze doelgroep is uh, ook echt allergisch voor. We merken ook dat we hebben wel eens getest met banners en dat werkt gewoon voor geen zag een drop rate van uh, dat met 10% steeg. Ja. Dus daarom kies ik ook heel erg bewust voor uh, alleen content marketing. Hm. Uh, omdat dat niet te producten uh, door iemand strot heen duwen, aan het duwen is. Zeg maar. Ja, ja ik snap het, maar je staat er wel voor open. Ja. Um, is je vader al lid? De vader is zeker lid. Ja. ja. Af en toe krijgen we als er op de redactie een reactie van uh, Groetjes, je lieve papa, dan krijgt hij dan doorgestuurd denken oh ja sorry. <laughs> ja. Dat heet trots. Ja dat heet en trots. Is een zwarte gat inmiddels uh, gevuld. Hij is weer aan het werk. Hij is weer aan het werk. Ja. Uh, als ondernemer weer of? Ja, bij zijn oude bedrijf. Dus uh, okay. uh, hij is weer aan het werk bij zijn oude bedrijf, meer als adviseur en om af en toe de gaten dicht te lopen. Ja. Maar uh, mijn moeder is er ook heel erg blij mee dat hij weer aan het werk is. Mark, <laughs> ja. dank je voor, je, voor, voor je frisse verhaal. En uh, ik wens je echt heel veel uh, uh, plezier vooral. Maar ook heel veel succes met het uitbouwen van Proudies. En leuk dat je mijn gast was. Jij ja, bedankt, Ronny. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken. En dankjewel voor het luisteren naar weer een boeiend gesprekje op CVD. Tenminste, vond ik. Ik hoop dat jij het ook boeiend vond. En dat denk ik wel, want anders zit je nu niet meer te kijken. Dus dankjewel daarvoor. Zit je nou op YouTube te kijken. En je wil meer van dit soort gesprekken. We maken er elke week twee nieuwe bij. En dan hieronder vind je de abonneerknop. Maak je ons heel erg blij. Want dan groeien wij ook weer. Geef in ieder geval een duimpje omhoog voor deze video. En ben je aan het luisteren. Op de podcast. Ook daar kun je ons uiteraard volgen. En laat ook eens een keer een review achter. We zijn super benieuwd wat je van 7DTV vindt. Voor nu, dankjewel voor het kijken of dankjewel voor het luisteren. Hoi!